Dit is een Q-podcast met Maarten en Dorothee. Dit zijn de 10 meest gegoogelde vragen over... Nina de Waal, hallo. Hallo. Welkom hallo. In de podcast. Merci. Olympisch goud. Ja, ik denk dat de allereerste keer is. Cool, hè? Ja, ik denk het ook, ja. Ja. Hoe is het met u? Goed, ik ben terug goed aan het opbouwen, terug goed aan het trainen. Dus het doet deugd om terug in het turnzaal te staan. Vandaag ga je ook te weten komen wat Vlaanderen allemaal intikt over jou op Google. Ja. Wat zijn uw verwachtingen? Ik weet het niet. Ik denk dat dat misschien... Ik denk dat leeftijd en zo de meest basic dingen er wel zo een beetje bij zullen zitten. Dat is vaak wel zo. Ja, dat klopt. Googelt je zelf soms? Nee, mezelf heb ik nu nog niet gegoogeld. Nog nooit? Ik denk dat niet, nee. Maar ik denk wel zo op YouTube voor zo'n video's te zoeken als iemand vraagt wat ik eigenlijk doe. En dan zeg je niks en dan begint je gewoon te YouTuben. Ja. Echt? Ik zal het tonen. Dat toont je dat? Ja. Oké. Okay. Dat is het makkelijkste. Dus dat heeft ook wel zoiets graaf om te doen, hè? Ja, dit ben ik op gênant, de... Ja. Hè? Als je aan iemand vraagt, zeg, wat doe jij zo in het leven? En die toont in de YouTube van haar Olympische gouden medaille. Dat is zo gênant. Ja, maar mensen vragen dan gewoon... mensen kunnen vaak niet echt... Als ze turnen niet echt kennen, kunnen ze niet echt een beeld vormen met wat dat is. Dan hebben ze vaak... Dan is het zo... Dan vragen ze van... doe je dan ook ringen bijvoorbeeld, maar dat doen enkel de mannen. Dus dan is het zo gewoon makkelijker om gewoon zo... Ja. Dit doe ik. Ik snap het. We maken deze podcast in samenwerking met Google. Dus dit zijn de 10 meest gegoogelde vragen over jou. Het is in willekeurige volgorde. Okay. Maar deze keer antwoordt Google niet, maar mocht jij zelf antwoorden. Yes. Zullen we de eerste vraag doen? Ja. Welke sport doet Nina der Waal? Begint al. Eigenlijk is dat gewoon Nina die dat dus zelf zoekt, om dat aan mensen te tonen. Wat doe ik nu eigenlijk? Vandaar dat het zoveel hits heeft waarschijnlijk. Turnen of gymnastiek of artistieke gymnastiek, om specifieker te zijn, want er zijn heel veel verschillende soorten gymnastiek. Maar Heb je eigenlijk ooit iets anders gedaan? Ik heb vroeger, toen ik echt zo kleuter was, heb ik zo op kleuterdans gezeten. Maar ik heb eigenlijk redelijk snel de beslissing moeten maken of dat ik verder wou dansen en hetzelfde aantal uren blijven turnen. Of dat ik meer wou gaan turnen, maar dan moest ik van mijn ouders wel kiezen en dan stoppen met dansen. Je moest kiezen omdat zij geen zin hadden om te schipperen en te rijden? Ik moest kiezen omdat het op een bepaald moment naar 15 uur ging in de week. Het dansen en het turnen? Nee, enkele turnen. En wanneer ging dat naar 15 uur? Ik denk dat dat was toen dat ik een jaar of 7, 8 was ongeveer. Dat meent je nu toch niet? Dus ja, en dan... Hoe komt dat? Dat dat trekt zoveel? Is dat standaard? Of is dat omdat ze al toen talent zagen? Ja, sowieso begint je dan eigenlijk bij een club. En eens als ze zien dat je wel wat talent hebt, dan is het zo, kom je eigenlijk in de wedstrijdgroep terecht. Geen tijd te verliezen. En dan, je leert... Zeker in de gymnastiek is het makkelijk. Het is heel veel techniek. Ja. En met dat je ook nog heel weinig schrik vaak hebt als klein kindje, is het makkelijk om gewoon... Alles op jonge leeftijd er zo goed mogelijk in te hebben zitten. Ja, zoveel mogelijk trainen, zo jong mogelijk. Nooit tot 15 uur per week gekomen. Ik heb heel even turnen gedaan wel, maar dat kwam niet goed, nee. Maar hoe ben je eraan begonnen? Was dat ook gewoon toeval? Of? Heel toevallig eigenlijk, want ik ben op redelijk jonge leeftijd begonnen, op 2,5. En dat was eigenlijk omdat ik veel te veel energie had. 2,5? Ja, mijn ouders die zochten dus een sport of iets waar ik mij een beetje in kon uitleven. Ja. Dat ze toch even een uurtje of een uurtje en een half van mij af waren. En zo zijn we bij kleuterturnen terechtgekomen, omdat dat het enigste was waar je dan eigenlijk mocht beginnen vanaf 3 jaar. Ja. Na de eerste les, omdat ik eigenlijk nog net iets te jong was, zei de turnjuf toen... tegen mijn ouders van, laat ze nu maar proberen, jullie zijn hier toch. En na de les zei ze van, je mag ze laten komen. Het is geen probleem, ze kan wel mee met alles. Die vrouw zat ook voor tv toegegaan, waarschijnlijk. Dat kan. Ja, maar dat wist ik niet van dat kleuterturnen. Want ik denk dat er toch wel wat mensen zijn die nu ook aan het luisteren zijn. Kleuterturnen is zoiets wat vaak met kindjes wordt gedaan. Hè? Mm-hmm. En dat het dan daar ook gewoon voor u zo simpel is begonnen. Ja, tot eigenlijk. Ja. Ja, en voelde je meteen een druk om... echt veel te presteren, of is dat er nooit echt geweest? Ik maak vaak de vergelijking met dat eigenlijk een trein is waar je op springt. En die gaat zodanig snel dat je eigenlijk geen tijd hebt om erover na te denken en terug af te springen. Dus ik ben gewoon begonnen met dat kleuterturnen van die club, van dat kleuterturnen doorverwezen naar een iets grotere club in Hasselt dan. Mm-hmm. Daar zo entree-testjes gedaan, daar mogen beginnen.
En toen... Hasselt, maar je zit toch van de Vlaanders, als ik je hoor praten? Ik ben van Sint-Truiden afkomstig. Echt waar? Dat hoort je toch niet echt, hè? Ik zit al sinds ik 11 jaar ben in Gent. Ah, ja. Nee, maar ik dacht... Ik kan het goed verstoppen. Ja, want ik dacht Sint-Truiden, maar dan dacht ik, nee, maar dat klopt dan niet. En dan, dus ik was helemaal even totaal in de warde voorbij, 30 seconden. Het is een rare mengeling van dialecten. Maar je kunt wel Sint-Truiden. Ik versta het wel, maar ik ben nooit echt in zo plat Limburgs dialect opgevoed. Als ik echt moe ben, dan komt dat Limburgs kantje wel veel feller naar boven. Okay. Nu is het zo'n beetje een mengeling. Ja, ja, ja. Oké. Dat is grappig, hè? Accenten, hoe dat gaat. Zullen we naar de tweede vraag gaan? Top. Hoeveel uur per week traint Nina Derwaal? Ja. Ja. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Dat is een beetje afhankelijk van in welke periode dat we zitten. Ik denk dat in onze zwaarste trainingsperiode zitten we ongeveer aan een 32 uur per week, denk ik. Jezus, ja. Nu momenteel is dat voor mij wat minder natuurlijk, maar naarmate dat je ouder wordt, heb je denk ik ook minder uren nodig in de zaal. Het is niet dat ik zo nog heel veel heb waar dat ik extra op moet werken of moet bijleren. Mijn niveau is redelijk stabiel. En natuurlijk zijn er nog wel zo kleine dingen waarop dat je bij kunt werken. Dus ik denk dat ik nu eerder zo rond de 24 uur of zo ga zitten. Maar hoe zien uw dagen er dan uit? Momenteel is dat... opstaan tegen 7 uur, beginnen trainen tegen 7:30, 7:45. Trainen tot 11 uur ongeveer. Het hangt een beetje af van het programma. En dan is het terug naar kot. Een beetje studeren, een beetje op mijn bed liggen, een beetje slapen, een beetje rusten, eten. En dan terug training van 4:15 tot 7:00. Ja. Hoe komt dat eigenlijk, die opdeling, dat dat dan zo 's morgens en 's avonds? Want in mijn hoofd lijkt het dan logischer om gewoon even door te doen van, weet ik veel, 10 tot 5, 6 of zo, en een normale dag te hebben. Of hoe... Ja, sowieso is het wel nodig om even, na 3-4 uur trainen, is mijn lichaam meestal wel. Dat is ook wel waar, ja. Redelijk dood, maar dat komt ook omdat we natuurlijk ook samen trainen met meisjes die nog in het middelbaar zitten. Dus die hebben hun schooluren daar nog tussen. Ja. Dus de periode dat ik eigenlijk... kan rusten, zitten die nog op school? Ja, oké. Maar hoe zag je leven er dan uit als je 12 waard of 11 waard? Want dan ging je dus naar Gent, wat al heftig is, hè? Dat is dan een internaatsysteem waarschijnlijk. Ja, klopt. We zaten eigenlijk op een topsportinternaat. Ja. En ik heb daar eigenlijk nooit echt heel veel problemen mee gehad om van huis te gaan. Ik denk dat mijn ouders het veel erger vonden dat ik vertrok, omdat ik ook... Ik begon ineens Gents te praten. Ja, dat ook. Dan kwam ik thuis en zei ze, maar zo zeggen wij dat hier niet. Nee, maar mijn ouders hebben er eigenlijk veel aan gedaan om mij toch nog een jaartje langer te kunnen thuishouden. Ja. Maar dan krijg je een hondje, dan krijg je waterbed, en dan krijg je dit en dan krijg je dat. Het heeft allemaal niet gewerkt. Dus naar Gent gegaan en dan was de typische dag, was toen nog, kwamen de opvoeders ons wekken om 6:30. Ontbijten, training van 7:30 tot 10:30. Dan namen we de schoolbus naar de school, waar we eigenlijk ook in een topsportklas zaten. Dus daar dan les van 11:00 tot 3:20. De bus terug naar training en dan terug trainen van 4:15 tot 7:00. En dan was het terug naar het internaat, eten. En slapen. Douchen, studeren, slapen. Ja. Ja, dat is het eigenlijk en dan. En dat hè? Was een beetje de week van maandag tot vrijdag. En vond je dat toen tof op die leeftijd? Ik had daar geen probleem mee. Ik denk dat ik ging wel goed zo onder de structuur en weet hoe dat elke dag eruit ging zien. Plus turnen is hetgeen wat ik het liefste doe. Dus dat moet dan ook de ontspanning zijn, want er is weinig tijd voor andere ontspanning. Ja, heel cool. De derde vraag. Heeft Nina Derwaal broers of zussen? Ik ben... heel lang enig kind geweest, maar toen mijn ouders uit elkaar zijn gegaan, heb ik er nu een stiefbroer bij en ondertussen ook een halfbroertje. Dus dat is eigenlijk ongeveer een andere generatie dan? Ja, mijn stiefbroer is er nu 16, denk ik. Oh ja, en, dus dat is savan nog, maar mijn halfbroertje is nu 10 jaar. Ja. Dus die is er gekomen toen ik 12 was. Ja. En wanneer zijn uw ouders uit elkaar gegaan? Toen ik in het vierde leerjaar zat, dus wat is dat, 9 jaar? Toen ik 9 jaar was. Ja, dat was ongeveer hetzelfde als bij mij. Dat was ook zo derde, vierde leerjaar of zo. Maar je waart dan, je bent enig kind, maar dan waart je eigenlijk ook niet heel veel thuis. Want
Ja, nee. Allee, op dat moment wel nog. Ja, hè? Maar al veel aan trainen waarschijnlijk ook al wel. Het is daarmee... Als je al aan 15 uur per week vroeg aan training, ja, dan heel en op school zitten, veel thuis, zei je dan misschien nee, niet. Nee, en plus op dat moment zat ik eigenlijk ook zo'n beetje in een regioclub. Dat is zo'n beetje een topsportvoorbereidingssysteem. Dus dat was bij mij toen in Genk. Dus dat was toch wel 45 minuten rijden voor ons. Ja. Dus ja, heel veel thuis was ik inderdaad niet. Maar dat was ook de reden dat mijn ouders liever wouden dat ik nog een jaartje langer thuis bleef. Want anders gingen ze me enkel om het weekend zien. Dus een weekend wel, een weekend niet. Met dat ik dan de weekends ook nog moest splitsen. En dat werd ineens van uw kind alle dagen te zien naar ze 4 dagen in een maand te zien. Amai, ja. Oeh, ja. Ja, maar dat lijkt me wel heftig. En hoe vond je dat om enig kind te zijn? Vroeger vond ik dat best wel jammer. Ik had wel graag zo een zusje of een broertje gehad vroeger. Maar achteraf heb ik wel geleerd om mezelf heel goed bezig te houden. En ben ik ook wel snel zelfstandig geworden daardoor, denk ik. Nu hoorde ik het, denk ik. Daar was hem. Zo zeggen we dat hier niet. Ja. Zo zeggen ze dat niet in Gent. Ja. Wat zeggen ze dan in Gent? Nee, ik ga dat niet noemen. Jawel. Kan dat niet. Nee, dat gaat jij beter kunnen. Maar dat is in ieder geval niet, denk ik. Dat zeggen ze in ieder geval niet in Gent. Sorry dat ik je onderbrak. Dat maakt niet uit. Ik vroeg me wel nog af, het sportieve, zit dat dan in de familie? Waren uw ouders ook sportief? Mijn ouders zijn eigenlijk ook altijd wel sportief geweest. Mijn papa is nog een tijdje profvoetballer geweest. Cool. Bij Genk toen nog. Oké. Okay. Maar is dan moeten stoppen door verschillende knieblessures. Mm. Dus dat is niet goed gekomen. Maar de discipline zat dus eigenlijk wel in de genen. Want ja, om profvoetballer bij Genk te worden, moet je ook een beetje Spartaans leven voor ons. Ja, nee, echt wel. En dan mama die heeft eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Die heeft ook een tijdje geturnd, maar mijn oma kon haar niet altijd naar de trainingen voeren. Dus dan heeft hij ook nog... Ik weet wel dat hij nog in de hoogste klasse gehandbald heeft ook even. Dus wel een sportieve familie. Ja, duidelijk. Dan is de stap snel gezet, denk ik, naar... Ze beweegt veel, misschien kleuterturnen. Ja. Maar dus je hebt nooit zo, weet ik veel, een push of zo gevoeld. Het was echt vanuit hun eigen drive en eigen talent eigenlijk. Wel dat je er bent ingerold. Ja, echt wel. Want mijn ouders hebben me echt nooit gepusht. En die hebben altijd, voor elk nieuw seizoen begon, zei mama ook nog van... Je doet het wel toch nog altijd graag? Je mocht altijd terugkomen. Die zegt mij dat nu ook nog altijd van... Op het moment dat je het niet meer graag doet, dan zeg je het mij. Dan stop je ermee. Ik ga je altijd blijven steunen. Maar je moet toch ooit al wel eens een moment hebben gehad? Ik denk dat toch iedereen dat heeft met een passie. Maarten en ik zullen dat ook al wel gehad hebben. En radio en zo is ook onze passie. Dat je denkt, oh echt... Moet deze nu wel echt elke dag? Heb je al die momenten ook gehad? Ja, sowieso. Ik denk dat dat bij mij wel altijd wel een periode in het jaar is dat ik zoiets heb van, doe ik het wel nog graag en heb ik wel nog zin om alle dagen, al die uren in de zaal te gaan. Je hebt ook dagen dat alles goed gaat, dagen dat niks goed gaat. Ja. En op die dagen denk je echt van, wat ben ik hier eigenlijk aan het uitsteken? Ja. Maar zit je ook niet nieuwsgierig naar het leven dat niet gebaseerd is op trainen en discipline? Want dat is inderdaad wat we dan gemeen hebben op een bepaalde manier. Ja, ik vind dat moeilijk. Ik weet waar je naartoe gaat. Ik vind dat moeilijk om een gouden medaille te vergelijken met radiomaken. Nee, maar dat ga ik niet vergelijken. Maar... Wat ik wel wil vergelijken is, Maarten en ik, wij willen allebei supergraag radio maken, zijn er al heel lang mee bezig. Voilà, we hebben een dagelijks programma samen op de radio, kei tof. Jij wilde supergraag turnen, je turnt elke dag, je wint gouden medailles en andere medailles en van alles. Maar dat is soms een beetje een nadeel, want uw passie is eigenlijk uw hoofdbezigheid, wat leuk is, 90% van de tijd. Allesomvattend. Maar 10% van de tijd heb je niks om even te vluchten naar een hobby of zo, want het is nu ook en je bent nieuwsgierig naar een leven zonder. Ik ben wel nieuwsgierig naar een volwassen leven zonder radio. Nieuwsgierig, maar ook een beetje schrik op dezelfde moment. Schrik wat er komt. Want ik heb gans mijn leven nog niks anders gedaan dan de sport. Dus wel zo een beetje schrik van hoe gaat het zijn als ik er ooit mee stop? En waar is dan mijn plaats en wie ben ik dan een beetje? Omdat ik altijd dat heb ik ook wel. Niet naar de gymnast ben geweest. Ja. En op zo'n moment, die mindere momenten van ik heb even geen zin meer. Mm-hmm. Wat geeft u dan opnieuw de drive? Wat is dan opnieuw het vonkske van maar ik ga wel echt door, want dit is wat ik wil doen. Ja, de voorbije jaren was het altijd... die Olympische droom, die droom van die Olympische medaille, die ik toch elke ochtend als ik wakker werd, waar ik even aan dacht van, hiervoor ga ik werken vandaag. En
ja, omdat je voelt dat dat echt wel binnen je mogelijkheden ligt, mm-hmm. Ja, is moeilijk om daar niet over na te denken. Nu ligt het een beetje anders. Ik denk dat ik het nu momenteel echt gewoon nog doe, omdat ik het heel graag doe. Het is op een bepaalde manier ook een beetje bevrijdend, omdat ik zoiets heb van, ik heb alles bereikt in mijn sport wat ik kon en ja. wou bereiken. En nu is het puur nog voor mezelf. Ja, en je doet zo Dancing, in the Star, Dancing with the Stars en al. Ik merk wel een uitbol-vibe bij u. Ja. Zo van, ja, ik train al niet meer zoveel als vroeger. En ja, ik heb mijn gouden medaille. En... Dat, maar ja, is dat een beetje zo? Dat is wel de afgelopen periode een beetje zo geweest. Ik had mezelf dat ook altijd gezegd. Want op voorhand, als je mij dat 3-4 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd van, na Tokio stop ik ermee. Ja. Dan is, okay. is het goed geweest voor mij. Als ik daar behaal wat ik wil behalen, dan ga ik het afronden. Ja. Daar ben ik nu op teruggekomen. Duidelijk. Maar ik had wel even een periode nodig om een keer mijn gedachten te verzetten, een keer iets ja. compleet anders te doen. En dat heb ik gedaan. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want daardoor ben ik ook met een frisse mindset een beetje terug de zaal in kunnen gaan. En nu ben ik die trainingsuren dan terug een beetje aan het opbouwen. Hmm. En dan binnenkort de run terug in te zetten naar het wereldkampioenschap. De vierde vraag. Welke studies doet Nina der Waal? Ik studeer event- en projectmanagement. Dan zien wij u binnenkort terug hier. Hè? Hoezo? Ja, als je iets gaat organiseren, zoals de Foute Party of wie weet, een of ander bedrijfsevent hier op ja. DPG. Wat is daar het doel dat je ja. voor ogen hebt? Of... Oh, ik ben daar eigenlijk gaan studeren. Ik wou in principe communicatiewetenschappen gaan doen. Maar toen keek ik naar die vakken en dan dacht ik van, oh my god, als ik hier aan mijn cursus politicologie moet beginnen, tussen mijn trainingen door, dan val ik in slaap. Ja. Dus dat is het dan uiteindelijk niet geworden. En toen ben ik eigenlijk gewoon ja, op zoek gegaan naar een richting waar dat ik echt wel dacht van, die vakken interesseren mij echt. Daar wil ik mij echt voor inzetten om ja, tussen de trainingen door achter mijn boeken voor te gaan zitten. En, ja, ja, hoe combineert je het? Want ja... Allee, als je een Olympisch gouden medaille wint, dan is het toch ook wel je beroep. Mm-hmm. En dat dan combineren met studeren. Ja, als ik u daarnet uw dag hoor overlopen, vroeg opstaan, trainen, overdag ja. een beetje chillen, maar ook ja. studeren. En dan s'avonds schiet er dan nog studentenleven over. Ik heb ook hartenvelden gedaan, maar dat was alles wat ik deed. Een beetje chillen overdag, ja. Ja, ja, gewoon dat diploma halen. Ja, ik splits mijn jaren natuurlijk ook wel enorm ja. op. Ik heb... Ik had nu in 3 jaar tijd zeg maar 1 volledig jaar, 1 normaal 60 studiepunten okay. jaar afgerond. Ik doe dat ook eigenlijk heel op mijn gemak. Mijn ouders zeggen dat ook van, pak niet te veel hooi op je vork, dat je niet moet beginnen opjagen ja. of stressen ja. daarin. Ze zijn blij dat ik met iets bezig ben. Ik weet ook van, ja, het is een studie van 3 jaar, dus ik heb nu al 1 jaar volledig gedaan. Ik ben nu ook wel hier en daar nog een vakje aan het doen. Ja. En ik weet ook van, ja, moest ik er ooit mee stoppen? Binnen een kleine 2 jaar heb ik dan ook wel gewoon mijn diploma, dus dat is ook... Je zou kunnen stoppen met turnen en gewoon 2 jaar feesten in Doverpoort, hè, en die 2 jaar afwerken. Hè? Dat boeit mij nu eigenlijk niet ik weet zo het heel. Niet, ja. Nee. Dus ja, het studentenleven, dus bijvoorbeeld feesten in Doverpoort, dat is niet zo aan u besteed. Ik kan dat wel een keer, maar moest ik dat dan doen, dan heb ik daar ook wel weer ineens voor een maand of 2-3 genoeg van. Ja. Hoort er dan veel alcohol bij? Bijvoorbeeld? Ik heb de alcoholtolerantie van een kleuter. Dus, dus je test die ik heb soms eigenlijk wel. Gewoon maar 1 glaasje nodig en ik ga daar gans de avond goed op. Ah okay. Ja, maar drink je dan wel het glaasje of vind je dat niet zo leuk? Ik kan dat ook perfect zonder te ja, drinken. Maar af en toe ga ik misschien wel eens 1 glaasje drinken. Okay. Maar als ik meer drink, dan komt het niet goed met mij, denk ik. De vijfde vraag. Heeft Nina der Waal een vriend? Ik heb een vriend. Ja, die moet je niet meer gaan zoeken. Dat wil je graag weten. Ja, ja. Nee, wij zijn nu ondertussen ongeveer 3 jaar samen. Uh-huh. Dus ja, dat begint toch al. Zijn naam is Simon Voet. Hij is een voetballer. Zoals de papa. Zoals mijn papa. Mama had dan nogthans altijd gezegd van, kom niet met een voetballer thuis. Ah, echt? Maar... Waarom niet? Ik weet het niet, dat was iets van zelf. En hij kwam binnen en hij zei, goeiedag, ik speel bij Club Brugge. No! Nee, maar uiteindelijk, ça va, want onze ouders, onze mama's kenden elkaar eigenlijk. Want zijn mama is ook afkomstig uit Sint-Truiden. Och, oké. Okay. En nee. Die kenden elkaar zo'n beetje van in de uitgang dan. Ja. En dan had mama toch uiteindelijk gezegd van, ah wel, als er dan...
ene voetballer is waarmee dat je mocht thuiskomen. Dus hij het, want ik weet dat hij goed is opgevoed. Ja, dat is wel een kleine wereld. Kleine wereld, ik zeg wel Club Brugge, maar hij speelt bij KV Mechelen nu zeker. Hè? Nee, nu ondertussen bij PEC Zwolle. Oh, dan kan ik niet meer volgen. Juist, ik heb het weet, ik heb dat gezien. Ja. Ja. Hoe, is dat makkelijk te combineren? Want Zwolle, is dat ver? Van Gent, als ik chance heb, 3 uur. Och. Dus het is wel een stukje rijden, maar... Ja, maar... En is ze daar blij in Zwolle? Op het begin was het wel moeilijk. Ik denk dat hij nu steeds meer en meer wel een beetje zijn plaatje daar begint te vinden. Omdat, ja, het is toch ver. Je laat ineens je leven een beetje achter. Ja. Het is ook moeilijk, want ja, buiten de voetbal heb je dan ook niet echt mensen dat je daar kent. Ik had dat ook heel hard als ik dan naar daar ging in het weekend en hij had training of hij had match en ik zat daar alleen. Dat ik zoiets van, ja, ik heb hier geen vrienden. Ik kan moeilijk het straat op gaan wandelen en vragen, hey, wil je mijn vriendje zijn? Ja. Want, ja, de manier waarop dat je mensen leert kennen is als je daar gaat werken of je studeert daar, dan leert je mensen kennen. Maar ik had ook niet echt een manier om daar mensen te leren kennen. Dus dan, ja, buiten wat andere vriendinnen van de spelers waarbij dat Simon zit, ken ik daar ook niet echt iemand. Dat is ook zo'n onzekere toekomst, hè? Want ja, hij is nog van Club Brugge zeker dan? Of is dat nu... Nu niet meer. Nu dat niet is nu meer. Het eerste jaar dat hij echt verkocht is. Ja, en verkocht. Ja. Dat is dan ook zo'n heel ding, hè? Ja, verkocht, gehuurd. Ja, ja, voilà. Ja. Gaat hij volgend seizoen daar ook nog spelen? Ja, dat weten we nog niet. Nee, het is nu net het einde van het seizoen. Ja. Dus ja, blijft hij, gaat hij weg? Dat zullen de komende Is dat iets wat hij dan met u bespreekt? Of is dat echt gewoon... Hij bespreekt dat sowieso wel. Maar ik probeer mij daar eigenlijk zoveel mogelijk buiten te houden. Want ik vind dat het zijn carrière is. En ik wil niet dat hij beslissingen maakt op basis van mij. Want ik heb... Jij hebt die goud, hè, Nina. Maar ja, ik heb ook al... Juist daarmee, we hebben dat heel duidelijk gezegd van... We zijn allebei topsporters, dus we doen allebei... Ja, de sport komt een beetje op de eerste plaats, de carrière. En we zien wel hoe dat we elkaar daarin passen. En voorlopig werkt dat ook gewoon. Ik wil ook niet dat hij nu beslissingen voor mij... Ja, ja, in mijn plaats... Ja, hoe zeg je dat? Ja, dat jij met hem te veel rekening bijvoorbeeld zou moeten houden of zo. Ja, of dat hij te veel rekening met mij houdt. Ja, en dan, in het achterhoofd. Ja. Inderdaad, en dan binnen een paar jaar, dat is... Ja, maar het is wel voor u dat ik dat toen heb gedaan. Dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen. Ja, ik snap het. Droomt je soms al wel wat verder vooruit van een bepaalde toekomst of zo? Of? Ik durf dat niet echt te doen, gewoon omdat de toekomst nog zodanig onzeker is. Ja, zowel voor mij als zeker voor hem. Want in het voetbal kan het heel snel heel goed gaan of ook heel snel gedaan zijn. Mm. Dus. Wat is het geheim? Een goede Google Agenda? Niet not sponsored. Voor zo'n relatie bedoel je? Ja, bij mij is het inderdaad heel veel plannen. Hij weet altijd maar zijn schema week per week. Dus hij kan mij niet zeggen wanneer dat zijn vrije dag volgende week ligt, bijvoorbeeld. Dus ben ik die redelijk flexibel moet zijn in de planningen. Flexibel zijn, Nina. Het is uw vak. Ja, het heeft nog lang geduurd, eigenlijk. Ja, sorry. De zesde meest gegoogelde vraag over u, Nina. Heeft Nina der Waal Instagram? Ik heb Instagram, ja. Natuurlijk. Ja, dat is waarschijnlijk gelijk de meeste mensen. Mensen die samenvoegen Nina der Waal Instagram, voilà, om even de link te krijgen. Ja. Voilà. Houd je dat een beetje in het oog? Hoeveel volgers dat je hebt, bijvoorbeeld? Ik hou dat een beetje in het oog, maar het is nu niet dat mijn... Mijn doel is in het leven om zoveel mogelijk Instagram-volgers te hebben. Wat zijn er wel wat, hè? Ik denk, wat is het nu? 158.000 of zo ondertussen. Maar dat is ineens zo na de Spelen hoogte ingeschoten, eigenlijk. Want ik denk dat ik voor de Spelen rond de zo'n 39.000, 40.000 zat. En... toen hadden we zo, met de groep waren we zo'n beetje aan het lachen. Ik zou wel aan 50.000 zitten na de Spelen. Het waren er ondertussen meer dan 120.000, denk ik, geworden. Die vraag is u waarschijnlijk ook al 100 keer gesteld, maar hoe is dat moment voor u geweest toen in uw leven? Want ik denk zelfs dat heel veel mensen van de brug met ongelijke leggers nog nooit hadden gehoord. En als je dat nu zegt, dat mensen wel meteen uw naam zullen aanvullen. Of omgekeerd. En dan, dat is die van... Ik heb een iPad op tafel gezet. We waren aan het eten. En ik zeg, kinderen, ik heb er wel wat. Nu gaan we kijken naar Nina der Waal, want we hopen dat ze goud gaat. En dan heel dat allemaal uitleggen, wat zijn Olympische Spelen. Ja, dat is een veel te brede vraag die ik stel, want daar komt zoveel bij kijken. Maar gewoon, als je daar aan terugdenkt, of hoe was dat, of hoe ging dat ineens voor u? Ja, dat is een heel raar gevoel, want ik heb altijd zelf ook heel hard naar de Olympische Spelen gekeken. En dat is toch een moment om enorm trots op te zijn dat iedereen zo'n beetje united is en samen voor de Belgen supportert. Ja. En
Ja, nu achteraf natuurlijk, als je daar zit, merk je daar niet zo heel veel van, wat er in België allemaal gaande is. Maar het is vooral als je terugkomt, dat heel veel mensen ook gewoon je aanspreken en zeggen van, oh, je hebt mij echt doen wenen. En ja, achteraf, mensen die mij ook gewoon zeggen van, dat is iets wat dat mensen zich altijd gaan onthouden. Van de moment dat Nina dat er wel goud pakte in Tokio, was ik dit aan het doen of gebeurde dit? Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van, ik weet nog heel goed wat ik aan het doen was, de moment dat jij je goud pakte. Maar hoe lang duurt zo één, hoe moet ik het noemen? Oefening. Oefening? 40, 50-tal seconden dat is ongeveer. Waanzin. Dat is, dat is natuurlijk iets wat 100.000 man al tegen u gezegd heeft, maar 50 seconden en daar werkt je 4 jaar voor. Dat is toch wat gaat er door u heen? Als je een paar seconden van die 50 seconden staat. Mm-hmm. En je weet, hier heb ik 4 jaar voor gewerkt. Denk je nog zo? Daar probeert je niet aan nee, te denken. Nee, maar hoe ziet dat dan? Op dat moment wil ik eigenlijk gewoon wenen. En wenen, waarom? Ik wil niet. Van de stress, van laat me hier. Ja, maar hoe laat het gewoon gedaan zijn. Wat zit er in uw hoofd dan? Je probeert gewoon jezelf zoveel mogelijk op te peppen en vooral heel veel vertrouwen te geven aan jezelf. In die oefening die ik op de Spelen heb geturnd, heb die al zodanig vaak op training gedaan, maar die gaat ook nog altijd wel een keertje mis. Ja. En dat is iets waar je ook wel, denk ik, heel bewust van moet zijn. En daar was ik me ook wel heel bewust van de ochtend van mijn finale, van het kan goed gaan, maar het kan ook mislukken. Ja. En met die mogelijkheid moet je ook wel rekening houden. Maar je denkt daar niet te veel aan, maar je houdt er wel ergens in je achterhoofd rekening mee dat het kan foutlopen. Ja, het lot. Ja, en ik heb ook zoiets van, ik heb er al die jaren voor gewerkt. Ik heb er alles aan gedaan wat ik kon. En wat dat nu gebeurt, gebeurt. Dus toch een zekere rust ook. Ik probeer dat een beetje los te laten, omdat ik moet gewoon vertrouwen hebben dat ik en mijn coach er alles voor hebben gedaan om mij zo klaar mogelijk te krijgen. Ja. Lukt het nu zoveel te beter, lukt het niet, dan heb ik het geprobeerd. En dan heeft het gewoon niet mogen zijn. Ja. Onze psycholoog die zegt vaak tegen ons, al het harde werk wordt op voorhand gedaan en de wedstrijd is gewoon om je prijs te gaan ophalen. Oké. Okay. Dus hebben jullie dan echt een psycholoog met jullie groep dan? Of ja, man, je zou voor minder een psycholoog nodig hebben. Ja, ik weet het wel, maar ik weet niet hoe het praktisch dan, hoe zit dat dan precies? Zit je die 1 keer per week? Of hoe gaat die zoiets? Die komt wel, ik denk 1 keer per week misschien niet, maar wel 1 keer om de paar weken komt die langs. En dan kunnen we individuele sessies doen, als ook doen we vaak ook groepsessies met het hele ploeg eigenlijk, om een beetje samen een goede mindset op te bouwen. We hebben gemerkt dat in sommige landen dat niet zo goed geregeld is. Hè? Allee, of toch zo lijkt het toch wel. Hè? Als je ziet dat een paar collega's van u die het heel erg moeilijk hebben gehad. Mm-hmm. Ik heb nu niet ingelezen over dat onderwerp, maar we hoeven het daar nu ook niet te lang over te hebben, want het gaat hier over u. Mm-hmm. Maar je ziet dat toch wel heel erg belangrijk is, hè? Om mentaal goed te voelen. Ja, inderdaad. Het is heel belangrijk. En ik denk ook van, in de gymnastiek is alles de afgelopen jaren zodanig geëvolueerd. En met dat de prestaties zijn beginnen komen, zijn er natuurlijk ook meer subsidies gekomen. Waardoor dat we eigenlijk echt wel tegen Tokio een heel goed team van experten rondom ons hadden. Die ons in hun expertise konden begeleiden. En dat was iets, toen dat ik begon in Gent, hadden we dat ook niet. Geen psychologische begeleiding. Ja, toen was er wel een psycholoog die misschien ik denk dat ik die misschien 2-3 keer op een jaar zag. Die was of er zo. Op papier. Ja, die was er op papier. En er was een diëtiste die we ook maar heel af en toe zagen. Dus veel ging toen ook van, de trainers moesten toen eigenlijk ook heel veel op hun nemen. Terwijl we nu echt wel een heel goed team rondom ons hebben. Die een diëtiste die 1 keer in de week langskomt. Een psycholoog die we toch wel 1 keer om de 2, max 3 weken een keer zien. Dus iedereen heeft nu wel echt zijn ding. Ja, en diëtisten is nog zoiets, hè, wat wel een druk toch ook op je leven legt. Ook dat staat in het teken van wat je eet en zo. Mm-hmm. Hoe moet je daar veel voor opgeven in je eigen ogen, voor jezelf, voor wat je normaal zou eten? Ik heb eigenlijk, totdat ik 18 was, nooit op mijn eten gelet.
ik kon eten wat ik wou. Dat was echt, als ik daar aan terugdenk, dat was middags, was dat broodjes met Leo's en choco. En daar ging ik dan op trainen. Hoe dat ik het deed, vraag het mij niet. Okay. Want ik had het zwaar op de maag liggen. Ja, maar ik ben ook een enorme zoete bek. Dus dat was ook, ik kwam thuis, ik had taartjes, ik had dessert à volonté. Dat was echt, en je merkte dat niet aan mij. Ik bleef hetzelfde gewicht. Toen is dat beginnen veranderen. En toen was ik op het begin natuurlijk nog hetzelfde aan het eten. Maar reageerde mijn lichaam daar ineens niet meer hetzelfde op. Dus toen heb ik op een bepaald moment wel de switch moeten maken van... Oh, maar als ik zo blijf verder doen, dan ga ik wel mijn niveau niet halen dat ik wil halen. Ik herinner mij dat Erik Goenswies volgde net voor uw gouden medaille. Ik weet niet meer voor welk programma. Ik denk iets op VTM of zo. Ja. En jij maakte toen een slaatje. Ja. Zo wat saus. Is het dat zo meestal elke slaatje, dag? Een slaatje met saus. Nee, een beetje saus. Hoor. Ja, nee. Ik ben wel een fan van een goede salade. Maar er moet wel ietsje meer in zitten dan van voedingswaarde dan enkel salade. Ja, maar je stak er wel je tijd in. Hè? Je wordt er fier op toen. Dat herinner ik me. Ja, tuurlijk. Maar ik doe dat ook graag. Ik kook wel graag. Ik maak graag gezonde, lekkere dingen. Ja. Ja. Mijn mama vindt dat fantastisch als ik... een week met haar op vakantie gaan, en dan zegt ze, jij kookt, ik ruim wel af. Want dan zegt zij, dat is goed voor mij, dan vermager ik ook een beetje. Ja. Nee, maar ik probeer een goede afwisseling te maken in een leuke slaatje. En ik doe daar dan wat broccoli, wat bloemkool in, wat quinoa, wat zoete aardappel, wat kip, wat dingen. Ik dacht, wauw, wat saus. Wat saus. Ja. Inderdaad. Ik herinner mij toen ook nog, dan is het ook even over, ik weet niet of we het daar later nog over gaan hebben, dan is het ook nog over uw loon gegaan. Mm-hmm. Dat was niet veel toen, dat weet ik nog. Ik denk dat Erik u net niet uitlachte. Ik weet niet meer wat het was, uw netto-loon. Ik mag dat niet zeggen. Nee. Ah, je mocht dat niet zeggen, juist. Het is gewoon een basis. Maar waar ik eigenlijk op toe wou komen, is het dan verleidelijk om heel veel zo opdrachten te doen voor hun Instagram? Zo influencer-dingen en zo, en facturen te sturen? Ja. En... ik heb ondertussen ook wel... een paar mooie sponsors gevonden. De gouden medaille heeft gerendeerd. Ja, dat die mag ook wel. Hè? En ja, zelfs het jaar voor de Spelen is dat wel al goed begonnen. Ja. Dus daarvan komen nu ook wel het grootste deel van mijn inkomsten, denk ik. En dan influencer-achtige dingen. Ik krijg natuurlijk heel veel berichtjes. En wil je samenwerking dit of samenwerking dat? Maar ik probeer dat, tenzij dat iets is waar ik me echt voor wil inzetten of wat ik echt voel van hier is een goede connectie. Ja. Maar ik denk dat ik dan ook zo voor een eenmalige samenwerking, ik denk dat ik daar niet echt mee ga beginnen. Allee, toch niet zo lang dat ik nog turn, omdat ik daar ook niet de tijd voor heb om zoveel kleine dingetjes te doen. Ik denk dat meestal proberen we dan wel altijd te kijken van is het mogelijk om echt een lange termijn samenwerking op te bouwen met iemand in plaats van zo gewoon hier is één dingetje voor dat bedrag en hier is één dingetje voor dat bedrag. En dan zo niet echt de connectie of de opbouw te voelen met... ja. Met een bepaald bedrijf. Dat is ook tof voor binnen de relatie dat jij ook eens een keer kunt verdienen. Hè? Want, ja. Hè? Die voetballers, dat is geen probleem, maar... Wat voor grote sponsordeals heb je dan nu? Je mocht die merken ook zeggen, hoor. Mm-hmm. Dat mag allemaal. Ja, ik heb momenteel zit ik bij VDK, dus dat is een bank. Ja. Balwaze Verzekeringen. Ah ja. En Campina. Dat zijn nu zo momenteel de grootste. En dan turnspecifiek heb ik natuurlijk ook nog Janssen en Fritsen. Dat zijn turntoestellen. Oké. Okay. En Agiva voor mijn turnpakken. Ah, ja, ja. Voilà. Ja, heel logisch allemaal eigenlijk. En ook sneakers met Olympische ringen. Ik dacht even dat je die ging tonen omdat je ging zeggen als sponsordeal. Ik heb geen sponsordeal met Olympische logo op je sneakers. En welke sponsordeals heb jij? Niet zo sneakers de lucht in gaan en denk, dat is er. Maar dat is... Nee, het is eigenlijk een collega van mama haar werk die haar zoon heeft het gedaan. Wauw. Amai, het is heel mooi custom gedaan. Nike Airs. Ja, echt heel leuk. Vet. En langs de andere kant heb ik... Ja, en dat gouden medaille. Ja, als één iemand die schoenen mag dragen... Heel mooi gemaakt. De zevende vraag. Doet Nina er wel mee aan Dancing with the Stars? Er zijn ook mensen die filmpjes willen zien. Ja, ik heb meegedaan aan Dancing with the Stars. En ja, dat was een hele ervaring. Dat was de eerste keer dat ik zo'n beetje... uit mijn turnzaal getrokken werd. Lang nagedacht toen ze belden? Niet zo, omdat dat iets is waar ik ook wel altijd zelf heel graag naar keek. En dan
waar ik vroeger met mijn oma ook nog naar gekeken heb, toen dat dan nog Sterren op de Dansvloer was. Oh, zo leuk. Dus dat was toen altijd zoiets, dat was wel zo een bepaalde droom van, oh, daar wil ik eigenlijk echt ooit aan meedoen. Maar ja, je moet daar bekend voor zijn, dus dat gaat toch nooit gebeuren. Dat was toen een beetje... Ah, wacht. Ja, en uiteraard ook weer gewonnen, hè. Allee, ja, het begint eigenlijk bijna saai te worden, hè. Ja. Weer gewonnen, ja. Maar het dus, waren... was supercool, je hebt dat keigoed gedaan. Dat waren intense trainingen, maar ja, voor u niet natuurlijk. Nee, ik denk dat op mijn lichaam was dat, heeft dat eigenlijk wel deugd gedaan om mij zo'n beetje te ontspannen. Ja. Voor mijn... ja, maar echt, als ik eraan zou meedoen, ik zou dood zijn. Ja, maar dat zeggen al die deelnemers ook. Hè, ja. Dat heel intens is, heel veel dansen, heel moeilijk, belastend voor je lichaam. Maar dus voor u was het uitrusten eigenlijk. Het was, ja, voor mij, het was wel zwaar. Ja. En het waren lange dagen en lange uren. Het was compleet iets anders dan wat ik gewend ben. Maar echt zwaar op mijn lichaam zou ik het niet noemen, omdat... Turnen was, ja, dat is heel hard op je gewrichten en op je pezen en zo. En dat was bij het dansen eigenlijk niet, want in turnen moet ik alles zelf doen. Ik moet mezelf de hoogte in krijgen, zelf landen. Ja. En nu was er iemand, mijn lieftallige danspartner Simone, die mij mooi ophefde en zachtjes terug neerzette op de grond. Dus dat viel goed mee. Het enige wat ik aan moest wennen waren die hakken. Ja. Ja, wandelen op hakken is één ding, maar erop dansen is waarschijnlijk nog wel... Zeker. Vraag je dat soms, zo in het dagelijks leven? Of? In het dagelijks leven weinig. Misschien als ik zo echt ergens naartoe moet of zo, dan ga ik er wel aan doen. Maar ja, ik werk altijd op blote voeten. Hè. Ja. 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 Gaat je nog veel last van hebben in je verder leven van het turnlichaam? Of valt dat mee? Ik hoop van niet. Ja, ik heb geen idee. Ik weet dat volleyballers last hebben van hun knieën. Mm-hmm. Dat zijn zo van die klassiekers. Oh ja, ik heb ook wel niet echt de beste knieën en voeten en schouders. Maar voorlopig, in het dagelijks leven valt dat wel nog mee. Ik heb dat nu ook wel gemerkt in die maanden dat ik dan niet echt veel heb getraind, dat mijn lichaam ook wel minder pijn begon te doen. Dus ik hoop dat... Ja, ja. Okay. Wel, als het iets zou stoppen, dat het dan, dat mijn lichaam ook wel zoiets heeft van, Ja. Hoe is dat nu voor u om zo ineens, want ik zeg, ik keek naar Dancing with the Stars en ik wou wel meedoen, maar daarvoor moet je bekend zijn. Mm-hmm. Ja, je bent nu wel bekend, natuurlijk. Ja, hè? Dat Allee. Is heel raar. Ja, hoe is dat voor u? Omdat ik dat is zo'n andere manier, denk ik, dan... Je hebt mensen die graag bij de tv willen gaan werken of zo. Ja, vrij logisch dat mensen die kennen. Mm-hmm. Maar jij ging voor een gouden medaille. Mm-hmm. Dat was het doel. En de bijkomstigheid is dat iedereen nu weet wie jij bent. Ja, dat is heel raar, want dat is echt een beetje op één nacht enorm veranderd. Ja. Ik denk, voor de Spelen waren er ook wel al mensen die mij kenden. Ja, maar tuurlijk, na die Olympische medaille is dat echt... verdubbeld of zo, denk ik. En toen, na Dancing with the Stars, is dat denk ik nog meer. Ja. Ah, ja. Want zelfs mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in sport, maar daar misschien wel naar kijken, kenden mij dan ook ineens. Ja. Dus ja, dat is heel raar van gewoon de ene dag op straat te kunnen wandelen zonder dat iemand je bekijkt. En de volgende dag dat je ineens helemaal allemaal gefluister hoort en mensen die je aanspreken. Oh my god, is dat niet dat daarop? Ja. Al van die dingen, maar dat ze toch zo te veel schrik hebben om je te komen aanspreken. Maar ondertussen, je raakt daar ook wel aan gewend. Ja. En ik hoor dat nu soms zelfs al niet meer, dat als ik dan bij vrienden wandel die dat niet gewend zijn, dat die zeggen maar vind je dat nu niet irritant dat we de hele tijd uw naam horen en iedereen kijkt naar ons en wat is dat? Ik heb zelfs een vriendin van mij gehad, Kiara, die op een bepaald moment volgens mij zo beu was, dat ze op een bepaald moment toen dat ze hoorde dat iemand zo fluisterde, oh my god, dat is niet helemaal, die zo naar haar ging, ja, ze is het, moet je een foto hebben? Dus ja, dat was... zelf heb ik het niet meer zoveel door, maar mensen rondom mij merken het wel nog hard. Tja, als dat de bijkomstigheid is van een gouden medaille. Nee, inderdaad. En ik vind het ook wel gewoon leuk om met mensen in interactie te gaan. En ik krijg dan ook vaak van... Oh, als er dan zo iemand tegenkomt... Oh, mijn dochtertje is door u beginnen turnen. Oh, en zo. Dus dat kan er veel zijn, hè? Ja, dat is inderdaad gewoon wel leuk om te horen dat je ook een inspiratie kunt zijn. Dat je kinderen aan het sporten kunt krijgen. Want ik was vroeger ook iemand die enorm opkeek naar de andere gymnasten. En ik weet nog dat toen ik de eerste keer in Gent in de zaal kwam, dat ik dacht van, oh my god, dat is Julie Croquette. En oh my god, dat is die en dat is die. En nu ben ik hier echt mee in de zaal aan het trainen. Ja. Ik heb nog heel veel medaillevragen eigenlijk, die in mij opkomen tijdens dit gesprek. Maar misschien moeten we overgaan naar de achtste vraag en ze daarin placeren. De achtste vraag is, hoeveel medailles won Nina Derwaal in totaal? Ja, we kennen die van de Olympische Spelen natuurlijk, maar er zijn er nog... Ja,
ja, waar trek je dan de lijn? Worden provinciale medailles ook meegerekend? Nee, de echte grote. De echte grote. Oké, dus ik heb momenteel... Nu moet ik zien dat ik juist ben, hè? Ik heb het hier ook, dus ik kan het wel volgens mij 3 EK-medailles. Mm-hmm. 2 gouden en een zilveren. 1 gouden medaille van de European Games. Mm-hmm. 2 gouden en 1 bronzen WK-medaille. World Cups weet ik eigenlijk niet van buiten. Ik denk dat dat er een stuk of 5 of zo zullen zijn. Mm-hmm. En dan 1 Olympische. Ja, je hebt natuurlijk een sport waarbij die Olympische echt tot de verbeelding spreken, ja, natuurlijk. Ja, klopt. Wanneer had je door... Het is binnen? De medaille? Ja. Toen dat de laatste gymnast was, haar punten, ja? Kreeg. Nee, ja, maar serieus? Een medaille, nee, een medaille wist je natuurlijk... Ik denk dat ik toen ik landde met mijn oefening en dat ik mijn punten kreeg en dat ik toen al wist dat Sunisa, de Amerikaanse, dat toch wel mijn grootste concurrente was, dat die een lagere score dan mij had neergezet. Ja. Toen ja, wist die moest ik... voor u, hè? Ja. Ja, die was als eerste in de finale. Ik was als derde. Ja. Toen dat, ik wist dat ik meer had dan haar, toen wist ik wel van oké, van een medaille kan ik eigenlijk wel al zeker zijn. En dus, dat wist je dan pas als je je eigen punten kreeg. Het is niet dat je landt met je voeten op de grond en dat je weet... Ja, dat zit hier goed. Je weet dat wel een beetje, maar ik wist natuurlijk toen op dat moment nog niet wat dat de andere... Want ik kijk niet naar de personen die voor mij komen. Oké, dus je landt na die 50 seconden. Ja. En op dat moment weet je niet wat die voor u hebben gedaan. Nee, ik heb dat... Ja, ik heb dat zelf eigenlijk een beetje ingebouwd als routine. Omdat ik zoiets heb van, het maakt in principe niet uit wat dat de rest doet. Ik moet gewoon mijn eigen ding doen. En hoe doe je dat praktisch? Is dat je handen op je oren of koptelefoon? Ik draai me eigenlijk weg van het toestel. Dus ik ben eigenlijk met mijn rug naar het toestel, waar dat de rest bezig is. En dan ben ik eigenlijk heel hard in mezelf bezig met visualisatie van mijn oefening. Met eventueel nog... We hebben altijd zo'n klein leggertje mee. Waar dat we nog zo'n paar kleine oefeningetjes op doen samen met mijn coach. Om me een beetje warm te houden en zo. Dus ik probeer mij een beetje af te sluiten van alles wat er rondom mij aan het gebeuren is. Ja, ja, ja. En gewoon te focussen op hetgeen wat ik moet doen. Dus je landt, dan kijk je naar de punten. Ja. Dan krijg je je eigen punten. Ja. En dan weet je... Dan durf je eigenlijk alleen nog maar denken, ik ga wel een medaille hebben. Ja. Er is op dat moment nog geen klein stemmetje in je hoofd dat zegt, het gaat goud zijn. Nee, het kan goud zijn. Het kan goud zijn. Niet het gaat goud zijn. Nee, omdat ik ook wel... ja, we gaan het nu uiteindelijk nooit weten, maar de Chinese Fan Yilin, mm-hmm, die ook nog achter mij was, heeft eigenlijk een fantastisch mooie oefening gedaan in die finale. Maar ze is gevallen met haar afsprong. Ja. En ik durf na te denken dat als zij haar afsprong had gelukt, dat kan zijn dat ze boven mij had gestaan. Ja, maar we gaan het nooit weten. Nee. Maar je zag die afsprong en je dacht, ja. Ja, ik zag die oefening en ik dacht, oh my god, die is keigoed bezig, En dan landde die. En jij zo, yes! Langs de ene kant vind je het jammer voor haar. Ja, en langs de andere kant heb je toch ook wel een klein zuchtje van opluchting. Echt waar? Dan moet je zo jezelf inhouden om niet... Jij blij te zijn dat iemand anders is gevallen. Oh, ja, nee, want je gunt het iedereen wel, maar je gunt je eigen het meeste. Zeg, kom, dus... je een topsporter, doe even normaal. Ja, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, want iedereen is daar voor hetzelfde doel, ja, natuurlijk. En hè? Iedereen heeft er even hard voor gewerkt. Ik denk dat je wel kunt inbeelden dat uw afsprong slecht was. Verschrikking is dat toch? Ja, ja, dat wat is een verschrikking. Dat is echt verschrikkelijk, zeker omdat zij ook een... ja, zij is iemand waar ik ook heel hard naar op heb gekeken altijd. Ja. Zij heeft haar eerste wereldtitel gepakt in 2015. En ze was ook al niet meer bij de jongste. Ik denk dat ze nu, toen op de Spelen 3,24 was of zo. Dus je weet heel goed dat dat misschien haar, zeker in China met zoveel opkomend talent, dat waarschijnlijk haar laatste kans zou geweest zijn op die Olympische medaille. Vreselijk. Waar hangt ze? De Olympische. Momenteel hangt ze nergens. Oeh, ze ligt toch niet in een schuif? Maar allee. Ze ligt verstopt in de kast. Echt en, zo maar, onder een oprommel. Bewust verstopt onder... of per ongeluk verstopt? Nee, bewust. Mama had die verstopt, want ze zei, als ze hier ooit inbreken, hè, dan gaan ze toch niet tussen je kleren gaan zoeken. Ja, nu dus. Ja. Je moet dus nu naar huis en ze verplaatsen. Verpleeg. Ah, ja. Ja, klopt. Ja, ja. Maar
Ja, dus, allee. Dus, maar ik heb niet die, ergens hangen? Ik heb die heel lang, ik denk de eerste maanden na de Spelen, heb ik die heel lang gewoon continu in mijn handtas gehad. Ja? Omdat overal waar ik naartoe ging was, je brengt je medaille toch mee en we willen die nu wel zien. Dus ja, die had geen vaste plaats. En nu is het zo eindelijk even van, ik weet ze nog niet heel goed wat ik ermee moet doen. Want langs de ene kant wil je die wel uithangen of ergens hangen. Maar dan denk je ook van, inderdaad, zoals mama zegt, van, als ze nu inbreken, dan is het ook wel zo, hier is de Olympische medaille, pak ze maar. Ja, en kwijt is kwijt natuurlijk dan. Ja. Allee, ja. En dat wilde echt niet meer. Je zou eigenlijk een replica moeten laten maken en dat tegen niemand zeggen, hè. Maar ja, dan is natuurlijk de fun er ook een beetje af, hè, want dan weet jij dat niet. De duur gelooft je het zelf, hè. Zit, nee, hier is het wel. Ja, we denken mee na. Ja. Mochten er nog ideeën zijn, misschien. Ja. Maar je zei daarnet even, moet ik ze allemaal tellen? Ook de, heb je nog een idee van hoeveel je in je leven hebt gewonnen, als we nu echt alles vragen? Ook, gaan we de scholenveldloopjes erbij tellen? Misschien dan in het turnen of zo, ja. Nee, ik weet dat eigenlijk echt niet. Ik zou daar echt geen idee van hebben, want dat is begonnen... Ja, toen dat ik, wanneer ben ik begonnen met mijn eerste wedstrijdje? Ik denk toen dat ik 5, 6 jaar was of zo. Dan begint dat zo met kleine provinciale wedstrijdjes. Ja. En dan de Vlaamse kampioenschappen, Belgische kampioenschappen. Hier en daar zo kleine internationale wedstrijdjes dat je doet. Dus ik weet dat er boven op zolder ligt er een hele grote kist waar al die medailles in zitten. Pas op voor de inbrekers. Ik durf nu al niks meer te zeggen, Sabine. De volgende vraag? Ja. De negende. Hoeveel verdient Nina Derwaal aan haar gouden medaille? Dus ja, dat is dan... Hoeveel verdient Nina Derwaal gouden medaille? Mensen die dat graag maar dat komt weten. Ook waarschijnlijk door de commotie. Dat was toch een belastingskwestie? Het ding is... van BOIC uit krijgen we een premie. Die is voor goud €50.000. En van waar komt die? Die komt van BOIC. Die van komt niet van Nationale Loterij. Denk ik dat dat samen met de Maar dus iets wat wij in België hebben voorzien voor onze medaillewinnaar. Ja, het is niet dat je dat krijgt daar... Nee. Dat is echt puur van de eigen federatie uit. Het is niet dat er van het Olympisch Comité of zoiets voorzien is. Dus echt zo'n incentive. Je gaat met alle Belgen naar daar. Ja. En BOIC zegt, mannen, wie er terugkomt met goud, krijgt van ons 50.000 euro. Ja, het is eigenlijk... Je hebt het is een bedrag voor goud, een bedrag voor zilver, voor brons... Dan de vierde plaats en dan plaats 5 tot 8. Ja, dus vanaf een Olympisch diploma gaat je er eigenlijk iets aan verdienen. Maar de issues, dat was iets met de belastingen. Hè? Ja, dat was niet belastingsvrij. Hè? Nee, we hebben er wel belastingen op mogen betalen. Dat is eigenlijk omdat... Ik weet dat in Rio was er blijkbaar iets geregeld met Rio zelf. Dat belastingsvrij kon gedaan worden. Blablabla. Maar in Tokio was dat niet het geval. Dus zouden wij eigenlijk normaal gezien, wat is dat, aan 55% of zo belast worden als we dat hier in België deden. Nu, uiteindelijk hebben we wel een andere regeling gekregen. Dus we hebben wel minder belastingen betaald dan dat. Ja, maar niet de 50 hebben we. Maar we hebben niet de 50 zo op ons rekening. Oh, zo lullig, hè. Maar ja, goed, kijk. We moeten die kwestie nu niet opnieuw boven spitten. Maar dus veel mensen waren geïnteresseerd. Hè. Dat is ook een terecht bedrag, ja. Ik bedoel... Ja. Iedereen heeft gekeken. Ja, in sommige landen is het nog veel meer, in andere landen is het veel minder. Dat is eigenlijk het land zelf dat beslist. Rekent je dat dan soms voor jezelf uit? Want je zei daarnet van een normaal gewoon maandloon heb ik. Rekent je dan soms uit? Dus mijn medaille gedeeld door zoveel jaar trainen, gedeeld door 12. Nee, niet zoveel per maand. Of dat is misschien, daar word je misschien droevig van dan? Nee, of daar begin ik niet mee. Nee, ik weet wel wat dat mama wel heeft gedaan eigenlijk al van het begin. Dat ik zo eens af en toe zo... geld won op een wedstrijdje, dan was dat zo 50 of 20 euro of zo. Is die dat in een Excel-bestandje beginnen bijhouden. Echt? Dus volgens mij dat ik zo op het einde van mijn carrière een mooi bestandje heb van hoeveel ik er nu eigenlijk in totaal... Amai, weet je dat ongeveer, hoeveel prijzen geld dat al is in het Excel-ke? Ik heb daar geen idee van. Nee. Nee, dat gaat van inderdaad... Ja, die 50.000 euro nu tot... Ik heb ooit een wedstrijd gedaan in Barcelona. Dat was zo'n een internationale wedstrijd op uitnodiging. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt voor mij veel geld verdiende met een wedstrijd, omdat ik die had gewonnen. En dan kregen we, denk ik, €2.500 dat we wonnen. Maar dat was toen echt zo, op dat diner in die avond werden zo de drie medaillewinnaars werden dan zo apart genomen, moesten we daar zo
boven ergens in zo'n louche kamer kregen we daar zo'n envelopje doorgeschoven. En dan moesten we dat zo natellen. Dat was 2500 euro in briefjes van 50 en 20 en 100. Ja, dat is heerlijk, hè. En ik moest toen nog op de vlucht terug. En ik dacht, maar de hele tijd, het enige wat ik kon denken was, oh my god, ik heb hier 2500 euro in mijn tas steken. Van, ah ja, tuurlijk. Act normal. Ja. Ja, als je daarop zou betrappen, dan zou ze ook wel vragen stellen. Dat is raar, hè, zo'n envelop. Dat is bizar. Ja. En met het geld van die medaille, heb je daar iets specifiek al mee gedaan? Of specifieke plannen mee? Ik heb daar voorlopig nog niks mee gedaan. Ik had, echt? Nee, ik had oorspronkelijk gezegd, als ik het goed doe op de Spelen, koop ik er mij een paar diamanten oorbellen mee. Ja. Ja. Iedereen heeft zowel iets toch in zijn hoofd. En dan, als ik iets dan... Dat was eigenlijk mijn ding. En toen kwam ik terug. En ik had er gezien bij een juwelier bij ons in Sint-Truiden, bij juwelier Jans. En toen had mama ze mij als welkomstcadeau terug. Oh, ja, dus die heb je niks meer maar om te dat kopen. Is wel heel en ik heb mooi. Er toen ook van de juwelier zelf de bijpassende ketting bij gekregen. Welke juwelier was het? Juwelier Jans. Voilà. In Sint-Truiden. In Sint-Truiden. Voilà. Allen daarheen. Ja, nee, dat was heel lief. Zo heeft het misschien zelfs nog meer betekenis of zo. Maar nu heb ik van je mama hebt gekregen. Ja, inderdaad. Maar nu dus uiteindelijk heb ik er nog niks mee gedaan. Dus sparen voor later, want ik ga nog... genoeg geld moeten opdoen aan huizen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan komt dat Excelke ooit nog wel van pas om eens te zien hoeveel het turnen al heeft opgeleverd, natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Dan gaan we naar de volgende vraag. Dat is de tiende. Ja, dat is de tiende al. De laatste al. Ja, die is... Bestaat er een poster van Nina Derwaal? Dat is dus een zoekterm die heel veel binnen is gekomen bizar bij Google. Ja, is dat dan kindjes die een poster zoeken? Een poster voor in de kamer. Het grote voorbeeld, hè, Nina Derwaal. Hè. Ja, ik had vroeger ook wel posters in mijn kamer. Ja. We hebben het daarnet al aangeraakt. Hè. Veel kindjes die beginnen turnen. Ja, inderdaad. Ja, ik weet wel dat er al verschillende soorten posters zijn gemaakt die ook via de Gymfed-site te verkrijgen zijn. Na de Spelen hebben ze ook een nieuwe poster gemaakt met dan mij in het groot en dan ook nog zo de andere van het Olympisch team erbij. Ik vind dat dan wel zo altijd raar, want ik denk dat we zijn zo één team en dan ik sta daar zo in het keigroot op en de rest krijgt dan zo ook zo'n klein vakje. Ik vind dat dan zo van warm. Ja. Omdat jij goud hebt gewonnen, hè? Ja. Ja, maar dat is lastig, omdat ik bedoel, de meisjes die bij mij zijn en die in het team zaten, en zelfs de meisjes die het team niet gehaald hebben, die stonden ook elke minuut van elke dag langs mij in die turnzaal. Dat snap ik wel voor u, dat gevoel. Ja. Dus dat ligt wel. Dat doet er mij daar trouwens aan denken. Heb je de Olympische Spelen van 2020 of 2021 gewonnen? Allee, goud gewonnen. Ik vind het van 2020. En zou je die gouden hebben gepakt? In 2020. Zou je dat hebben gepakt, denk je? Moeten wij pandemie dankbaar zijn? Ik denk dat ik de pandemie wel een beetje dankbaar ben. Omdat, ik weet dan nog, het moment dat januari 2020 werd, ben ik echt gaan flippen in mijn hoofd. Okay. En ik ben altijd redelijk zelfzeker geweest. En toen had ik echt iets van, en nu moet het. En ik begon stress te krijgen van het eerste moment. En ik begon van alles in mijn hoofd te zitten. Ja. En... toen begon ik ook last te krijgen aan mijn schouder. Dus eigenlijk januari 2020 had ik enorm veel pijn aan mijn schouder. Ja. Dat ik eigenlijk niet zo heel veel kon doen. En toen dacht ik van, oh my god, dit komt echt niet goed. En dat gaat niet lukken. En wat gaat er zijn? En het is nu dat het moet gebeuren, want binnen 4 jaar is het te laat. Het is niet dat we de wereld ineens op pauze voor u gaan zetten. Nee, inderdaad. Maar uiteindelijk is dat wel een beetje gebeurd. Uiteindelijk is dat toch gebeurd, Dus ik denk dat ik dat extra jaar wel goed heb kunnen gebruiken om tot rust te komen en mijn gedachten op orde te zetten. Ja. En zo... minder het gevoel te hebben van, en nu moet het. Ik kom erop in mijn hoofd, omdat ik in mijn hoofd aan het rekenen was, de Olympische Spelen van 2036, dan gaan wij het Nina Derwaal-effect zien. Hè. Dan gaan al die jonge turnsters goud proberen halen. Hè. Dan zijn die 16, 18 ongeveer. Ja. Dan gaan we het zien. Dan gaan we het zien. Hè. Dat was snel gerekend. Ja. Nee, maar... Hè? Ja, nee, dat zou is... kunnen, hè? Ja, het zou inderdaad zomaar kunnen. Al die talenten die nu beginnen... Die nu gegoogeld hebben aan de poster. Dat is heel raar om te denken. Wat ze... inderdaad, dan zag je zo kanten op van het Nina Derwaal-effect. En dan dacht ik van... Ja, maar ja, het is zo. Dus dat is gewoon heel leuk dat je de sport
nu kunt delen met zoveel andere mensen. Het is ook leuk dat de afgelopen jaren dat ook meer in de belangstelling kwam. Want ja, vroeger zag je niet echt veel van turnen op tv of zo. En nu, als er iets te doen is, dan hebben ze er meestal ook wel wat belangstelling voor. Ja. Kort samengevat, heb je dus eigenlijk van je 2,5 tot nu toegewerkt naar die gouden medaille die je hebt binnengehaald. Klopt. Heb je nu een nieuw doel voor ogen? Hoeft momenteel niet te momenteel zijn, is dat gewoon zoveel mogelijk genieten van alles wat ik kan en mag doen. Ik ben heel blij dat ik nog in de turnzaal mag staan, dat mijn lichaam dat nog toelaat. Dat ik hopelijk daar gewoon nog een aantal dingen kan bereiken. Ik kijk er eigenlijk heel hard naar uit om nu in 2023 het WK in Antwerpen te doen. Dat is het eerste WK dat ik in eigen land ga kunnen turnen. Dus dat is eigenlijk echt wel nog een groot doel van mij om daar echt terug op mijn hoogste niveau te staan. En dan in 2036 aan de kant? Anderen begeleiden of hebben we het gehad met turnen? Ik denk niet dat mensen mij als trainster zouden willen. Oei, waarom niet? Ja, dat moeten we toch nog even uitdiepen. Ja, waarom niet? Nee, ik ben heel streng voor mezelf. En ik denk dat ik ook even streng dan ga zijn voor die gymnasten. En ik denk dat je dan pas meldingen gaat krijgen van grensoverschrijdend gedrag. Als ik... Nina. Maar ja, dat nee. Is niet waar. Jawel, ik heb daar het geduld niet voor. Ik heb daar echt het geduld niet voor, want ik ga evenveel eisen van... Ah ja, misschien als ik dan zou werken, zou het dan wel echt met de oudste, dus echt, 16 plus moeten zijn, denk ik. Die al op niveau zitten. Die al op niveau zitten en die ook, die daar zijn omdat ze het willen doen. Omdat ze zeker zijn dat ze het willen doen en dat die een bepaald doel voor ogen hebben. Ja. Maar ik zou het moeilijk vinden om zo bijvoorbeeld training in een club te geven waar dat je misschien zo kindjes die gewoon zo voor plezier komen turnen en niet echt een doel daarmee willen bereiken. Omdat ik dan zoiets ga hebben van... Allee! Nee, maar de toekomstige collega's in de eventsector zijn gewaarschuwd natuurlijk. Dat gaan goede events worden wel. Ja, dat zal in orde zijn. Dat moet wel. Dan hebben wij nog één allerlaatste vraag. En dat is eigenlijk de laatst gegoogelde vraag. Want we zouden graag van u willen weten wat het laatste is dat jij zelf hebt gegoogeld. Ik heb mijn gsm hier niet. Oei. En waar is hem? Maar we mochten hem gaan halen. Hem pakken? Ja, pas halen. Op, want hier liggen veel val niet over draden de en van alles. Wat is het laatste dat Nina der Waal... Ja, het laatste dat ik heb gegoogeld is wat dat een radiuskopfractuur is. En wat? Bon, oké. Okay. Waarom wou je dat weten? Omdat mijn schoonmoeder is gevallen met de fiets en dus een radiuskopfractuur. Ik dacht dat iets in de turn... En dat hebben ze laten weten, gevallen. En dit is de fractuur die ik heb en jij wist niet wat het was. Ja, dus ik wist niet. Ik wist niet precies wat dat was. Dus ik dacht van, ik ga het een keer zoeken en hoe dat zit met revalidatie en zo. En of dat operaties nodig zijn. En was de prognose na uw Google... Dat niet zo heel aangenaam gaat zijn. Maar... ik heb ze ondertussen wel gehoord en ze moet niet geopereerd worden. Okay. Dus dat zal vermeden kunnen worden, maar het is niet zo'n leuke laatste Google. Maar we wensen haar... Maar ja, dat is ons risico natuurlijk. Anders moeten we het niet vragen. Maar we wensen haar bij deze veel beterschap. We hopen dat het snel goed komt. En bij deze nog eens een reminder om een helm te dragen. Dat heeft hier in het zenuw niks mee te maken, maar het is altijd goed om het even aan te halen. Ja. Maar ik vond het echt mega gezellig eigenlijk. En ik ben ook blij dat ik dat laatste weer heb bijgeleerd. Hè? De radio-dinges radioscoop. Ja. Het zit in je ellebogen. Oké. Ja, oei. Ik heb geen idee waar het zal zitten. In de elleboog. Logisch eigenlijk, hè, met de fiets. Maar stom. Stom, maar ja. Zeker nu dat het zo warm weer is. Och, ja, moet ze in de gips? Ze kon 6 weken in het gips, maar ze zeiden dat het beter was als je eigenlijk gewoon in een band zit. Dat gaat wel wat meer pijn doen, maar het zou wel bevorderlijk zijn dat je hem ook af en toe toch een keer probeert. Iets natuurlijker geneest misschien. Dan ook vervelend, hè. Ja. Nina der Waal, het was zo tof dat je wou komen. Ja. Dank u. Ik ben blij van hier geweest te zijn. Heel fijn. Altijd welkom. Onze dank is groot. Tot de volgende. Tot de volgende. Yo. Dit was een podcast van Q-Music. Wil je meer? Kijk op qmusic.be.